Ajax behaalde vorige week de vierde titel op rij en bij de huldiging zette Frank de Boer zijn belangrijke assistenten in het zonnetje. Eén heeft er al een standbeeld en de ander die verdient er denk ik ook een. Ik wil speciaal Henny Spijkerman en Dennis Bergkamp verschrikkelijk bedanken voor dit fantastische seizoen en voor hun bijdrage. Henny bedankt, Dennis bedankt, Henny bedankt, Dennis bedankt, Dennis bedankt. Dennis, bedankt. Ik vind dat zij heel belangrijk zijn voor mij als coach. Zij staan nooit in de picture. Ik sta er altijd voor. Heel veel bewieren ook de afgelopen dagen. Maar zij zijn ook mede verantwoordelijk voor het succes wat we nu hebben bereikt de afgelopen 4 jaar. Dus vandaar dat ik ze ook even met zo moet zeggen. Ik denk dat Dennis natuurlijk, gewoon gezien zijn historie als topspeler, heel veel spelers van hem kunnen leren. Omdat hij weet wat er gevraagd wordt in de top. Nou, wij willen graag in de top spelen. De momenten van rust bewaren, loopacties maken, maar ook hoe je omgaat met spanning. En vooral natuurlijk de aanvallende middenvelders en de spitsen kan hij natuurlijk fantastisch trainen en dat doet hij ook. En Henny? Ja, en Henny is denk ik een hele belangrijke persoon voor mij die vooral heel veel structuur in de coachingstaf meebrengt. Hij is een persoon die houdt van structuur en ja, dat mis ik dan weer net wat. Dat heb ik minder in ieder geval en hij is daar een fantastische toevoeging aan. En daarnaast heeft hij gewoon heel veel verstand van voetbal en heel veel ervaring, wat ik natuurlijk nog maar nauwelijks heb. Laat je horen voor Henny Spijkerman en Dennis Bergkamp! Mijn gevoel is meestal wel leidend, alleen ik luister gewoon en als ik vind dat hij een goede reden heeft, dan zal ik daarnaar luisteren. Dus ik steek niet mijn kop in het zand naar hun meningen. Nee, ik vraag juist naar hun mening. En uiteindelijk ga ik kijken wat ik ermee doe. Zitten jullie vaak op één lijn of botsen soms ook wel eens? Dat is misschien dan ook wel goed? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je vaak op één lijn zit. Want anders, als je te veel botst met elkaar, dat werkt niet. Je moet gewoon een goede chemie hebben met elkaar. Je moet vertrouwen in elkaar hebben. Je moet vertrouwen in elkaars filosofie hebben. Nou, dat zijn we met z'n allen aangegaan 4 jaar geleden. Dus je weet al dat je heel veel op één lijn zit. En natuurlijk hoef je niet altijd met elkaar eens te zijn. En dat zijn we ook niet altijd. Maar uiteindelijk maak ik de beslissing. Ik ben ook verantwoordelijk daarvoor. Maar natuurlijk heb ik wel eens geluisterd naar Dennis of naar hem. De een is meer een doener, de ander is juist, die werkt juist heel gestructureerd. Dus ja, ik denk dat juist die combinatie maakt het tot denk ik een succes trio.